gaat al omhoog, hoor. Nee, ze gaat omhoog. Nee, nee. Ik ben Niels. Ik ben Martijn. Ik ben Joost. Welkom bij Gierigasten. De afgelopen 4 jaar hebben de gierige gasten het toppunt van gierigheid meerdere keren bereikt. Gierige gasten? Ik ben een hoogwerker. Kijk jij wel een beetje uit hier naar beneden, sukkel? Nu vinden ze het tijd om te testen of de bekende Nederlanders, ondanks alle luxe en faam, ook nog een beetje gierig zijn aangelegd. In deze serie zullen bekende Nederlanders de beste video's van de gierige gasten proberen na te doen. Ja! Lekker maar nu! De deelnemers van deze week zijn Willy Wartaal, Veras van Was en Sylvana IJsselmuiden. Willy Wartaal, a.k.a. Wiwa, is met afstand de dikste rapper van de Lage Landen. Veras, de man die elke vrouw net niet weet te veroveren, is de leukste autist op YouTube. Sylvana is de natte droom van elke reaguurder en is wekelijks te zien 5 meter. In een programma over reten. Hey boys en knappe dame, welkom bij Vips. Ik weet niet of jullie elkaar al een beetje goed kennen, maar jullie zullen vandaag moeten samenwerken. We hebben namelijk 1,5 jaar geleden een nummer gepromoot bij RTL Boulevard. De vraag is, hoe kom je in de uitzending van RTL Boulevard? Wat wij gaan doen? Ja. Dan moet hij een lamp fixen. Lekker Niels! Lekker Niels! Ja, en volgens mij gaat Willy Wartaal binnenkort solo. Dus wij dachten, misschien is het wel een hele leuke kans om dat op dezelfde manier te gaan promoten. Ja. Ik zou zeggen, bekijk nog even goed de video wij het hebben gedaan. En heel veel succes! Ja, deze opdracht vind ik wel echt fucking leuk. Ik wou het gelijk doen. Ik vind het jullie leukste video ook. Ja, begin na advertentie, dus moet ik gewoon kijken eventjes. Die fucking gasten willen ook overal geld aan verdienen. Ja, ja. Oké, okay, daar komt hij. Oké, dit doe ik dus, hè. Ik ga dit rijden. Waar ben ik? Hem? Ja. Ja. Ik vond kijk, dit ben jij. Het ding dat het belangrijk is om te weten waar ze langs zijn gereden. Oké. Okay. Inderdaad. Spandoek moeten we hebben, man. Shit. Ja, die gaan fixen. No worries, man. Ik vind de opdracht heel leuk, ik heb er heel veel zin in. Wel een beetje spannend, maar ik denk dat we hem gewoon gaan ownen. Wat gaan spuiten of wil jij gaan spuiten? Dat heb je ook wel schijnlijk gezegd. Wat gaan we schrijven? Hé, hey, Willy, kom binnenkort met een album. Willy dus Wartaal gaat eindelijk solo. Verder lijkt het mij heel leuk om Dumpert Reten 200 te gaan promoten. Yes. Want dat is groot en dat komt 13 november. Ja, dus dan doen we dat. Dan vind ik dat een goeie. Want ik ga niet mijn solo-album met Dumpert op één... Oh nee, echt? Nee, echt niet. Nee. We doen een heel groot, Dumpert en dan doen we hieronder. Nee. Oh ja, en Willy Wartaal gaat trouwens ook nog solo misschien. Nee, dat doen we niet. Ja, dat is wel, ik vind dat hard. Ja. Nee, maar ik vind dat sneu. Nee, dit is nog harder. Ja. Want ik vind het heel lullig. We zouden toch Willy gaan promoen en nu wordt in één keer Dumpert Reten 200. Ja, Sylvana heeft blijkbaar de boek aan in deze 3. Ja, man. Boeksverhouding. Het mag wel iets kleiner, want jij moet er ook nog op. Wiwa gaat ook solo. Hard. Oké, we moeten het gewoon ownen, man. Let's go. Oké, we gaan het ownen. Yes, aarde, wind, vuur. Heb ik vertrouwen in mijn teamgenoten? Nee. Maar dat zou het eigenlijk leuker moeten maken juist. Dus ik ben gewoon beneden. Ik ga gewoon het busje besturen. En ik heb er wel heel veel zin in. Ik ben echt benieuwd. Oké, jongens, wat is onze tactiek? Heel kort. Ik rijd erheen. Ik zet de auto stil op de juiste plek. Ja. En dan blijf ik in de auto zitten en jij stapt uit. Ik ga de beveiliger afleiden. Ja, ik druk meteen op die knop, dat die palen naar beneden gaan. Bam, bam, bam. Is goed. En dan kun jij uitstappen en dan kun jij erin gaan. Oké, we gaan het doen! We gaan het doen! Hey! Hey! Woehoe! Hey! Oké, het is nu reclame, dus we moeten doen rustig aan. Ze zijn wel heel kalm. Ik weet, toen wij dit deden, was ik echt tyfus zenuwachtig. Maar dat begon op het moment dat wij in de buurt waren. Yes, het is begonnen. Ik word nu wel een klein beetje zenuwachtig. Ik ook. Is je geladen ook, grappig? Beter wel, grappie. Oké, we proberen wel kalm te blijven. Waar is het spandoek? Zijn we kalm? Kut, waar is het spandoek? Jullie? Waar is het spandoek? Ja. Oké, stap maar uit. Ik ga je cueën. Ik zie zo. Oké, Veris gaat veilig afleiden. Dat was ik toen. Sylvana is Niels. Ja, Wiwa en Wiwa ben ik. Het is gewoon iets blijkbaar een rol voor dikke mensen. Steeds shit. Ze gaat al omhoog. Nee, ze gaat al omhoog. Nee, nee. Ik kijk echt ook de hele tijd niet daar. Nog niet omhoog. Wat? Ik kan niet omlaag. Kut, moet ik? Kan ik al? Nee, dit. Willy Wartaal is veel te relaxed gewoon. Dit is grappig, gaat het mis?
dit is grappig. Maar dit staat me wel goed, man. Dit is wel real, man. Als mijn album flopt, dan is dit hier uitzien. Oké, okay, kijk, we gaan meekijken. Hier, we zien haar niet staan. Nee. Waar is ze? Ja, ze zit hier, ze zit er niet in de uitzending. Ze moet naar links, ze moet naar links. Het doek hangt op zijn kop. Heb ik hem goed? Hallo! Oké, die komt nu beveiliger aan. Wat zal ik zeggen? Jij moet uit. Oké, ik zet deze dan weg. Hij moet jou niet lastigvallen, je bent gewoon bezig. Ja, wat is dat? Heb jij die bij je? Ja, zeker, zeker. Gaan we de politie erbij halen? Ja, nee, dat is helemaal goed. Hartstikke leuk. De security is veel te kalm. Ja, maar die hebben we wel geleerd. Ja, daarom. Jij kreeg een beuk. Ik kreeg een beuk, maar ja. Als zij echt in die uitzending zouden komen, dan zouden ze veel meer in de stress zitten. Ze schieten er gewoon omheen. Ze schieten er omheen. Willy kan naar voren heen. Ja, we gaan... twee seconden. We gaan nu nog... we gaan het nog één keer doen, dus je gaat iets naar voren en dan ga je nog één keer doen. Hij moet die off-knop, moet hij wel even uitdoen. Ja, dat doet hij niet. Nee. Ze gaat weer naar boven, kun je het zien. Nog net in die spiegel daar, verdwijnen. Het zal wel sick zijn als het lukt. Hans, goedemiddag met Wim van de RTL Boulevard. Mag Hans ook even spreken? Hans. Wil je even je mond houden? Nee, ik mag gewoon staan. Hans, zij... Ja? Even niet mee bemoeien nou, vriend. Dat is zo kut. Maar die show moet door. Die show van hem moet door. Ze hebben er al lang gezien, maar ze hebben gewoon zoiets van ja, we gaan het niet nog een keer doen jongens, heel leuk. Gemeneerde raampjes, alles, we zijn voorbereid. Dikke doei. Ja. Willy, wat gaan we doen? Ik gewoon haar in de lucht laten hangen. Ja, we moeten er nu wel naar beneden halen. Ja, denk je? Ja, laat het doen. Oké, dan gaan we doen. Ik ga zitten. Politie komt eraan. Dan is het goed. Oké, ik ga nog even met Wim chatten. De uitzending loopt nog steeds, maar... We hebben zo ons best gedaan, Wim. Maar we komen maar niet op het beeld. Klopt, hè? Jullie zijn beter voorbereid dit jaar. Ja. Ja, we hebben het in ieder geval wel geprobeerd. Kom maar naar beneden. Oh, kut, shit. Arts is te laat. Oké. Okay. We gaan de cel in. Nee, we gaan de cel in, hè? We gaan de cel in. Oké, ik zie je aan de andere side. Oké. Hallo, meneer. Meneer, we zijn even aan het werk. We zijn aan het werk, meneer. Wat? We zijn aan het werk. Op het moment dat jij echt gaat werken, vriend, dat is er niet heel erg genoeg. Hey Sylvana, het is niet helemaal gelukt. Holy shit, zij hebben gewoon geblindeerde ramen. Ze zien me wel, maar op beeld zie je het niet. Oké, we gaan het nog één keer proberen. We gaan het nog één keer proberen. We gaan nu één keer naar achter en dan pakken we dat raam. Die vegels is helemaal gek. We gaan het nog één keer proberen. Oké, we gaan het niet nog een keer doen. Want anders gaan we aangehouden worden. Ja? Maar weet, gaan we niet nog een keer doen. Ik heb opruimen in de hoort geplaatst. Is goed. Heb je kans van toch? Ja. We hebben het geprobeerd. Nee, Wim had hem te benen. Later houden. Oh, Wim was er klaar mee. Ja. Wim had hem politie, I'm out. Twee kameraden. Mijn collega, Willy Bartal. Is Willy. Wat een afgang. Wat een afgang. Dat was het, maar eerlijk. Reet een goede poging, maar is niet gelukt. En Wibba is er gepeerd. Wat een held is dat. Je ziet de politie, het eerste wat hij doet, stapt de bus uit, loopt gewoon de andere kant op. Gewoon boetje uit. Ik ben weg. Ja, en terecht. Ja, laten ze opvangen, want dit was denk ik... Het was een goede poging, maar is niet gelukt. Maar wel een beetje pijnlijk. Ja, dat was geen succes. Nee. Ik vond het wel oprecht een hele, hele, hele goede poging. We hebben het echt hard geprobeerd. En we zijn zelfs nog een keer vooruit gegaan. We hebben die beveiliger afgeleid. Dus we hebben echt ons best gedaan. Maar waar is Wibba? Die zag politie, die is weg. Dat is letterlijk wat er gebeurd is. Ja. Wij moesten onze ID-kaart afgeven. Die guy is gewoon gelijk weggegaan. En de politie was echt een beetje boos. Want die maakte nog een paar grapjes. En ik dacht, oké, dit is echt... Hey, maar goed, je hebt het wel heel lang volgehouden. Ben je in beeld gekomen? Nou, ik stond er echt als een maloot. Ik denk dat ik een half uur heb gestaan. Want Willy zei dat het gaat door. Terwijl hij zelf al aan het weglopen. Hij is er vandoor gegaan. Ga door. En het stom is, ik heb denk ik in de eerste 20 minuten stond ik daar heel trots. Weet je wel, ja. Ik het spannend verkeerd en om. Oh, echt? Zo kut. En toen was een heel lief vrouwtje die zegt, hallo. Maar jij hebt zo ontzettend je best gedaan om je boodschap aan de kijkers te geven. En aangezien het bij Boulevard niet gelukt is, vind ik wel dat alles wat op het spanning stond, gewoon nog even aan onze kijkers gegeven mag worden. Nou, wat lief. En dan mag je gelijk ook deze video afsluiten. 13 november, Dumpstreet 200. Woe! Check Veras en check ook deze mannen. Yeah. Dat was hem. Oké, like en subscribe. Tot later, bitches. Waar is Willy? Later. Laat het weten in de comments waar Willy is. Ja. Volg me toe op Tinder.